Alles in beslag genomen. Ze hebben koelbussen laten komen bij de leverancier. Hebben ze koelvrachtwagen laten komen. Daar hebben ze ook de hele devriezers en weet ik veel allemaal hier al leeggehaald. En ja, het was voor 172 gezinnen in Brabant, Gelderland en Noord-Limburg vlees. En dit zijn de gezinnen die niks of bijna niks hebben. Nou ja, nou zijn er wel natuurlijk regels van de Voedsel- en Warenautoriteit. Die stellen dat je een houdbaarheidsdatum moet laten zien. Dat je misschien het vlees op een goede temperatuur moet vervoeren. Dan heb jij natuurlijk je eigen auto met weliswaar wat aluminiumfolie en geen stickers erop. Snap je dan dat er twijfels zijn? Nee, ik snap niet dat er twijfels zijn, want ik bedoel, zo ligt het ook op de mat. Ligt het ook de hele dag in de vitrine. Ja, en het is gewoon warm de afgelopen dagen. Daarom hebben wij gezegd, we plakken de auto heel af. Er zit ook een airco in de auto. In de airco, de temperatuur binnen de meter gaf hij 17 graden aan. Dichtgeplakt met folie, zoals je hier ziet. Zijramen waren dicht, alles was dicht. En omdat wij vanavond om 7 uur pas begonnen met rijden, hebben we het eraf gehaald, want dan is het niet meer nodig. En het wordt in koeltassen gedaan, die daar geschikt voor zijn, ook vanuit de supermarkten. Dat ze daar vlees in doen voor een langer vervoer. En elk gezin is een koeltas. En daar wordt het ingedaan en dat wordt perfect afgevoerd. En dan kan ik zo alle 4000 gezinnen laten komen hier. Van mensen zijn jullie er ooit ziek van geworden. Dan moet je hier nog even nieuw wachten, bel ik ze allemaal op.